In 1938 dalen de spoorbomen in de Wierdense straat in Almelo. Een D-trein uit Duitsland komt eraan achter een Amersfoortse 3900. D-172 vervoert rijtuigen uit Leipzig, Berlijn, Wernigerode en Münster naar Hoek van Holland, Den Haag en Amsterdam. Nog een jaar eerder zijn we in Groningen, waar een jumbo binnenloopt met een trein uit het westen.